Ja, Ruben Schaak, hoe onnodig is deze nederlaag in jouw ogen? Ja, heel erg. Als je de wedstrijd ziet, heb je de wedstrijd aardig onder controle. Beginfase wat zoekende. En daarna stonden we gewoon goed. Volgens mij geef je weinig weg. En ja, je creëert weer aardig wat kansen. Alleen je maakt ze weer niet af, dus dan sta je met lege handen. Is dat ook een groot verschil tussen de eerste en de tweede helft? Hè? Ja, daar ben ik mee eens. Zoals ik al zei, eerste helft waren een beetje zoekende. Theo Jansen kwam veel vrij en die kon strooien met paasjes. En ze werden gevaarlijk, wil ik niet zeggen, maar wat plaagstootjes. En tweede helft, ik herinner me één goede redding van Erwin Mulder. Waardoor we nog in de wedstrijd blijven. Maar zelf daarvoor al en ook daarna 100% kansen gecreëerd. En dan kan je zeggen goed keepende Veldhuizen, maar die ballen moeten er wel in. En dan valt hij in blessuretijd. En dan? Ja, extra pijnlijk natuurlijk. Op deze manier verliezen is altijd pijnlijk. Zoals ik al zei, je hebt recht op meer. En dan moet je er toch een 0-0 uitslepen als de ballen er niet in gaan. Maar ja, helaas voor ons valt hij aan de andere kant. Jij begon persoonlijk heel sterk aan dit seizoen. Dat begint een beetje neerwaarts te gaan. Of kijk je daar zelf anders naar? Nou, ik kijk er zelf anders naar. Kijk, als die ballen erin gaan, dan hebben we het er niet over. Volgens mij leg ik twee ballen klaar op Lex Immers, die hij er niet in schiet. En eerste helft had ik het moeilijk, tweede helft kom ik wat meer los. En dan mag je ook vanaf links spelen, dus dat is ook weer even wennen. Maar goed, ik denk dat ik het goed heb ingevuld en helaas niet heb kunnen bekronen met een doelpunt. Maar ik voel me nog steeds lekker, dus daar ligt het niet aan. Was het ook moeilijk dat jij in de eerste helft veel achter die Van Aanholt aan moest, die het lekker vond om over jou heen te komen steeds? Ja, de tactiek was omdat ik lekker kon blijven staan en dat opgevangen moest worden van achteruit. Maar wat ik al zei, we waren zoekende. Dus dat stond niet goed. Dat stond gewoon niet goed. En dat kan met mij te maken hebben, ook met de communicatie van achteruit. Dus dat hebben we gelukkig in de tweede helft goed opgelost. Ik heb hem volgens mij niet meer echt voorin gezien. Dus dat deden we goed. Al met al, je moet gewoon scoren en dan hebben we het hier eigenlijk niet eens over. Jullie zijn allemaal geprikkeld, hè? Dat merk ik als jullie binnenkomen, als ik dan hoe ik de hoofden zie staan. Ja, logisch natuurlijk na een nederlaag, maar ja, hij komt wel aan. Nee, tuurlijk. Je bent net Europees uitgeschakeld en je moet je richten op de competitie. En we hebben een goede start gemaakt. 3 gespeeld, 7 punten. Nou ja, vandaag heb je weer de wedstrijd in handen. En je bent eigenlijk toch wel de betere ploeg, vind ik. Vooral tweede helft. Je had recht op meer. En dan gebeurt dat niet. Nou ja, dan ben je natuurlijk niet blij. En dat is logisch. Je hebt dan ook nog een weekje vrij. Dus dan kan je het ook niet binnen een week rechtzetten. Dus dan loop je 2 weken met dit rotgevoel, om het maar zo te zeggen. Hoe ga je het toch van je afzetten? Ja, zou wel moeten. Hè. Veel afleiden, lekker met mijn kids bezig en de focus zetten op over 2 weken Zwolle thuis.